Ik kom even kort erbij vanuit het donkere niets, het is middernacht en volle maan. En dat geeft mij die passie om te voelen welk idee dat ik zo krachtig wil neerzetten in de wereld. Dat is mijn missie, namelijk het idee van ontwikkeling. Ontwikkelingsgericht bezig zijn, ontwikkelingsgericht werken, ontwikkelingsgerichte levenshouding. En dat contrasteert met die sterke neiging die we allemaal hebben om behoudsgezind te zijn, vast te houden wat er al is. En als er zich een probleem voor te doen, dat probleem te analyseren, te labelen, diagnoses te vellen. En dan oplossingen te bedenken, interventies te doen, behandelingen voor te schrijven. En dan te hopen dat er zich een nieuw leven, een nieuwe wereld voordoet dat dan beter is. Maar dat is niet het geval. Als je een probleem hebt opgelost, kom je weer in status quo terecht van dat behoudsgezinde. Wat er nu nodig is, is een generatie van mensen die kan scheppen bezig zijn, ontwikkelingsgericht bezig zijn, verder bouwen. Een nieuwe wereld die meer ecologisch is, ethischer is, mooier is. Dat hebben we nu nodig. Mensen die een appel kunnen voelen vanuit de grotere gehele van wat we samen te doen hebben. Een appel vanuit de toekomst. Leading by the future as it emerges. Zoals Sharma dat zo mooi zegt. Een appel voelen van wat je te brengen hebt. En dat begint dus bij de individuele vraag die iedereen zich kan stellen. Wat heb jij precies te brengen aan deze wereld? Wat is precies je bestaansreden? Wat wil je toevoegen vanuit je unieke zelf aan dat groter geheel? Daar begint de ontwikkelingsgerichte benadering. Met ontwikkeling bezig zijn is wat je wilt toevoegen, daar contact mee maken vanuit je unieke zelf. Wat heb je te brengen?